Om 14:15 vannacht verlaat het slachtoffer, volgens ooggetuigen die niet in beeld willen, waterpijpcafé Fairoes aan de Amstelveenseweg. Een paar seconden later worden om de hoek op de Karperweg harde knallen gehoord. Heb ik gehoord vier schoten achter elkaar, bom, 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 bom. 1 seconde of 2 seconden, daarna heb ik gehoord twee klappen, ook weer. Het slachtoffer raakt zo ernstig gewond dat hij meteen op straat overlijdt. Buurtbewoners zien direct daarna een auto met hoge snelheid wegrijden. Nog geen 10 minuten later wordt op de Sloterweg de vermoedelijke vluchtauto uitgebrand teruggevonden. Het slachtoffer, de 30-jarige LM, zou volgens het parool binnenkort moeten getuigen in een belangrijke zaak in de langslepende Amsterdamse onderwereldveten, waartoe onder meer de dubbele liquidatie in de staatsliedenbuurt behoort. De politie wil het vandaag nog niet bevestigen, maar zegt wel dat de zaak niet op zichzelf staat. Het heeft wel te maken met het aantal schietincidenten die de afgelopen 1,5 jaar in Amsterdam hebben plaatsgevonden. Dus daar richt het onderzoek zich ook op. Er is nog niemand aangehouden voor de moord van vannacht. Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie.